Dus ik ben moderator bij Klassement. Daar modereer ik alle leermiddelen die voor ICT-materialen worden ingezonden. En hier in Don Bosco Halle ben ik leerkracht in het buitengewoon lager onderwijs. Vandaag wil ik eigenlijk mijn collega's eens uitdagen om een leermiddel te gaan toevoegen op Klassement. En hun eigenlijk ook wel aantonen dat dat heel gemakkelijk en snel gaat. Ik heb 4 collega's uitgenodigd om dat te doen. Er is juf Caroline uit het eerste leerjaar. Juf Isabel uit het buitengewoon lager onderwijs, juf Emine uit de kleuterschool en juf Silke uit het secundair onderwijs. Ik was heel snel klaar. Enkele minuten duurt dat maar. Je gaat dus een document kiezen. Ofwel staat dat al in de map documenten, ofwel moet je het nog downloaden. En op enkele minuten staat het er eigenlijk al op. Ik ga vandaag een syntheseproef delen die ik gemaakt heb voor het begrijpend lezen eigenlijk te beoordelen. In principe hoop ik, of denk ik niet zo lang eigenlijk, wat misschien iets langer zal zijn, is bij het maken van het document dat je meteen je bronnengebruik erbij zet. En dan is het denk ik heel gemakkelijk en heel snel om je document te plaatsen op Klassement. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is om hun bronnen te vermelden onderaan hun documentje. En ook wel het auteursrecht gaan bekijken. Dat er zeker geen afbeeldingen met auteursrecht in het document zitten. Daarnaast gaan wij als moderator ook niet echt op kwaliteit beoordelen, maar kijken we gewoon naar, krijgen we hier leuke, eenvoudige dingen soms binnen en is dat ook wel interessant om te delen met andere collega's. Denk je dat je nu vaker gaat delen op Klassement? Ik denk het wel. Het gaat eigenlijk sneller dan ik had gedacht. Dus ja, ja dat wel. Dat is een werkpuntje voor volgend schooljaar. Dat is tof. Dank je wel. Graag gedaan.